Nou. Goedemorgen. Een heerlijke zon. Welkom bij Webcam Piano Live. Eugène Simon, ik heb even keyboardles gegeven. En ja, ik kan ook de bus pakken achter me. Ik kom even live voor een ochtendgroet op de dinsdag 28 september 2021. Een ochtendgroet van mij aan iedereen die mij volgt. Aan iedereen die me volgt. En webcam live gebruik ik voor mijn artiesten op afstand. Rashima, zangeres, die in Den Haag woont. Victor, de gitarist, die in Delft woont. Maar ook voor Mart Bolt, toetsenist, Al van der Rij, vele andere artiesten, maar ook onze gezamenlijke aanhang, familie, van mij, vrienden, muziekvrienden bedoel ik, en mijn muziekliefhebbers die me volgen, met wat ik doe. Buiten het podium belicht ik dat door webcam live te doen. Dat mensen present zien hoe ik eruit zie, hoe het met me gaat, achter de schermen, het leven, mijn leven. Maar meer dan alleen iemand die wel eens op een podium staat. En om, ik praat rustig door. Goeiedag. Dit is wat ik zie als ik loop. Dit is mijn rollator. Nou, het is 1,5 kilometer afstand lopen. Dus ja, wat erbij komt kijken met een keyboardles. Achter de schermen om. Ik heb wat foto's gemaakt waar ik net keyboardles heb gegeven. Die staan nu net op internet, dus ik licht even wat toe. En met name is de les gebaseerd op, gaat om een beginner, een lied kunnen spelen, zelfstandig op keyboard. Daartoe heb je 10 vingers nodig en 2 handen, als je die hebt. Dus als ik praat over keyboardles, praat ik over een beginner, standaard. Wat ik kan zeggen, wat misschien interessant is voor beginners om te weten, dat zijn een aantal dingen. 1. Deze leerling is een man. Hij wordt in februari 88. Dat is heel markant. Dus terwijl ik loop, laat ik ook even zien waar ik loop, oké? Okay? Oh, de rollator die loopt weg. Ik ben nu op een plein. Officieel is het de Zambezi-dreef. En dan heb je dus
een winkelcentrum en dat heet Gagelhof. Daar ben ik nu. In Utrecht, wijk Overvecht. Nooit. Oké. U zag het. Dus mijn ochtendgroet. Live. Is gericht aan iedereen die mij volgt. Ik moet lachen. Om wat ik mee heb gemaakt met die meneer net. Ik lig gewoon in een deuk. Ik wil wat zeggen, het lukt me niet, want ik moet gewoon lachen. Dus dan zeg ik het me niet. Dan zeg ik een hoop. Waar weinig mensen een rode draad in zien. Van, ja, je doet een ochtendgroet, dat begrijp ik nog wel. Maar waar je allemaal zegt, dat begrijp ik allemaal niet. Nee, dat begrijp ik ook. Desalniettemin zeg ik het toch. Dus. Nou, nogmaals. Dit is dus wat ik zie. Onderweg. Ik doe een ochtendgroet. Terwijl ik naar huis terugloop. Dus mijn boodschap is simpel. Om zoiets simpels te doen als muzikant zijn, moet ik ook lesgeven. Even een hindernisje nemen. Zo. Oh ja, ik moest lachen. Want, oh, ik geef dus les aan een man. Dit was een vierde les. En hij zei dus, ja, ik snap het allemaal niet. Dus die man heeft iets meer ervaring, daar zou je denken in het leven, daar zou je denken dat hij meer snapt dan ik. Nee, dus niet. Daarvoor moest ik lachen. Maar we hebben zelf één gezamenlijk doel. Ik en meneer. Ik, 59 jaar net, en meneer, bijna 88. Dat we niet moeten treuzelen, daar komt het op neer. Dan moest ik lachen. Dat zijn zijn woorden niet, maar ik begrijp hem wel. Hij begrijpt maar één ding. Lul niet zoveel. Zorg dat ik kan spelen. Ja. Daar moet ik even om lachen. Hij zit pas in zijn vierde les. Hij heeft een pakket voor 12 lessen. Plus 1 infogesprek. Die erbij horen. Dus mag ik even lachen? Die oude bok. Ik word ouder genoemd door Stef. Hè, Stef? Zeg even dat ik niet lieg. Dus die ouwe die probeert me duidelijk te maken met heel veel woorden. Dat ik heel veel woorden gebruik, terwijl die ze voor tijd meer heeft. Ik mag wel even lachen, of niet? Waarom is keyboardles belangrijk? Voor mij is het belangrijk dat ik bezig blijf met muziekkennis, met het kunnen muziek maken.
Voor mij is het belangrijk, keyboardless, dat ik met een ander in contact ben. Ik zeg het even simpel. Ik noem even met heel veel woorden punten op tijdens mijn ochtendgroet. Waarom het voor mij persoonlijk belangrijk is om als muzikant keyboardless te geven. Dat ik bezig blijf met mensen en muziek gebruik als communicatie. Dus muziek is eigenlijk wat mij in contact brengt met een andere mens. Maar feitelijk zeg ik keyboardles, ik raad het iedereen aan. Iedereen. Ook Rashima. Ook Victor. Dat zijn twee mensen die al jarenlang op de bühne staan. Maar die net zo weinig weten als die keyboardleerling van mij. En die snappen het net zo goed niet, net als die man. En de kunst is om op... Goeiedag meneer. Fijne dag meneer. Dank u. Kijk, de kunst is, en dit bijvoorbeeld, hè, ik maak een wandeling. Het is niet alleen maar dat het gezond is voor mensen, dus ook voor mij. En daarvoor doe ik piano, daarvoor doe ik die webcam. Het maakt mij niet uit dat ik uren klets. Het maakt mij niet uit, kortom, dat ik veel zeg. En niet gewoon één woord van, dat is de boodschap, goedemorgen, doei. Nee, dat kan iedereen. Iedereen kan live gaan, alleen niet iedereen doet het. Dus ik weet wat ik doe, dat niet voor mij als mens, maar voor iedereen belangrijk is. Nou, dit was het even. Heb ik meer gezegd dan één woord? Ik doe net alsof ik het niet weet. Hier ben ik. Eugène Simon, webcam Piano Live. Alles draait bij mij om mensen. Om mij als mens, om andere mensen. Daarom doe ik die webcam aan. En wat ik zeg, dat komt uit mijn hart. En wat ik meemaak, wat op dat moment leeft. En of iemand alles begrijpt van mij of niet. Ik geef een voorbeeld. U kan als volger zeggen, kan jij even kort samenvatten wat je nu even wilde zeggen? Dan is mijn antwoord, nou, dat ik het belangrijk vind dat ik volgers heb. En dat ik die man in het echt heb ontmoet. Voor de vierde keer. En de reden maakt mij niet uit. Maar die webcam aandoen, dat is mijn boodschap. Los van dat ik zeg, ochtendgroet. Mijn boodschap is, ik kom graag live. Want daardoor word ik geïnspireerd. Door mensen. Dus mijn boodschap is, ik hou van mensen en daarom kom ik live. En wat ik zeg hangt af van wat ik meemaak. Dag!